En met Planet praat ik met Christian Baia na Glory 42 Paris. Christian, je hebt de tournament gewonnen. Het lijkt erop dat je een gevecht tegen Marat Grigorian krijgt. Hoe kan je ons door de partijen heen lopen die je vanavond hebt gevochten? Ja, het ging best goed, kon beter. Want ik heb, het was mijn eerste partij weer na 7 maanden, want ik herstelde van het blessure. Dus moest ik de eerste partij een beetje warm worden voor mijn gevoel. Ik werd pas echt wakker in de derde ronde, die laatste ronde. Daarna begon het wel goed te lopen en ging ik ermee vandoor met de overwinning. En de tweede partij vocht ik tegen mijn broeder en teamgenoot Massaro Glunder. Ging ook wel lekker, maar kon ook beter. Maar ik heb toch een beetje tegengehouden en ik had toch wel wat meer last van blessures dan ik dacht. Dus kon ik niet echt zo goed trappen en probeerde ik het meer boksend op te lossen. Beide gevechten waren heel erg close. Had jij dat gevoel ook? Ja, ontzettend close. Heel close. Want ik vocht die eerste partij, semifinale. Toen moest mijn andere teamgenoot Myrtle. En daarna moesten Massaro en ik gelijk weer. Dus, had je wel vertrouwen in dat je beide gevechten had gewonnen? Ja. Ja, bij die tweede, tegen Massaro twijfelde ik een beetje, omdat voor mijn gevoel leek het alsof hij meer punten pikte. Maar bij Glory kijken ze natuurlijk ook naar wie het gevecht opzoekt en wie de druk zet. En dat was ik toch wel. En nu een gevecht met Grigorian of Siricha, waarschijnlijk Grigorian. Hoe zie je dat gevecht gaan? Ik zie dat gevecht heel explosief verlopen. Voor mij is het een beetje persoonlijk, omdat hij mijn beste vriend een paar jaar terug knock-out sloeg in de K1 finale in Japan. Dus dat wil ik graag rechtzetten. Niet echt het gevoel van dat er... Je hebt nog wel het recht te zetten, kort gezegd. Ja. Ja. Een soort eervraag. Ja. Precies. Eigenlijk kunnen we het er niet omheen. Tussen jouw gevecht door je teamgenoot met de Groenhart, de chaos. Dat hij knock-out werd geslagen, of dan wel of niet knock-out werd geslagen. Hij werd in ieder geval geslagen door iets wat niet hoorde. Laat het daarom houden, kort gezegd. Hoeveel heb jij van die situatie meegekregen? Want jij was natuurlijk in je voorbereiding op je finale. Ja. Maar hoeveel krijg je daarvan mee? Ik zat in de kleedkamer, ik was natuurlijk aan het kijken naar zijn partij. En ik zag dat Myrtle hem raakte met een gesprongen knie. En dat Haru toen een snee kreeg. En zoiets had van, oh, ik draai hem even om. En ja, ik geef Myrtle groot gelijk. Want ja, je moet jezelf gewoon ten alle tijde beschermen in de ring. Als de scheidsrechter niet tussenkomt, nou ja, dan zit Myrtle niet fout. Dus hij had gedaan wat hij moest doen en dat gebeurde. En wat er achteraf gebeurde, dat mensen in de ring kwamen, dat vond ik natuurlijk niet kunnen. Dat slaat nergens op, dat doe je niet. Maar het zorgde niet van, jij zat natuurlijk, ik neem aan dat je met je broeder, met je teamgenoot Massaro zat te kijken. En toen dat gebeurde, dat je niet van wij wilden eigenlijk gewoon daar naartoe rennen, maar we werden tegengehouden van, hey, jullie moeten zo weer knokken, dus blijven jullie maar gewoon rustig in de kleedkamer. Ja. En toen deden we dat en volgden we het gewoon verder vanuit de kleedkamer, gewoon op de tv. En nu heb je al een periode uitgedacht van wanneer je weer wil vechten? Nou, zodra ik een beetje van mijn blessures af ben en weer de sportschool inga, denk ik een maand of 2 weer, zou ik graag weer de ring in willen.